almost heaven. West Virginia, the Rich Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than a mountain, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, I hear a voice. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Country roads take me home to the place where I gedraaid. Helemaal mooi. En dat is niet zonder reden. Mag ik vragen hoe u heet? Ik ben Ruud Hermans. Ruud Hermans? Ik ben 68. Het was gewoon een super auditie. Dank je wel. Ik kan heel veel dingen zeggen, maar wat goed is, is goed. Dank je wel. Ruud, ik ben heel benieuwd. Je bent professioneel muzikant? Ja, ik heb vroeger een hitje gehad. Vertel eens. Tumbleweed, Somewhere Between. Ja. Somewhere between. Ja, dat is lang geleden. En ik geef huiskamerconcerten bij mezelf waar nooit iemand nog bij kan. Het gaat wel veranderen nu. Je hebt het ontzettend mooi gedaan. Je hebt keuze hier. Ik heb al een donkerbruin vermoeden waar het naartoe gaat. Ja, dus ik geef eerst zo, even woord aan Borsato. Ja, we hebben het zo makkelijk laten kaas niet van ons brood eten. En Ruud, ik vond dat je een visitekaartje voor jezelf was vandaag. Jij verdient publiek. Dank en je verdient een coach die je misschien nog verder brengt dan je nu al bent. Nou, ja, ik zal. Kijk, zo'n coach heb ik nodig. Ik heb de hele tijd mijn mond gehouden. Want ja, Ruud Hermans, die ken ik natuurlijk. Ja. Het is namelijk zo dat toen ik zo'n heel klein meisje was, toen mocht ik al naast Ruud op de bühne klimmen om met hem Somewhere Between te zingen. Wow. En dan zat mijn adem tot in het dak. En dan zei hij altijd, adem in, adem uit. En dat hielp, hè. En dus, echt waar. Wat ik te gek vind, Ruud, ik had nooit verwacht dat ik jou op dit podium zou zien. Je hebt zo'n carrière in de muziek al gehad. En dat jij dan nu hier je toch zo kwetsbaar durft op te stellen, dat ontroert me echt. En ik heb zoveel van jou geleerd. Ik vind je fantastisch. Dank ik vind je geweldig. Fijn om te horen. Jij bent een soort van coach voor mij geweest. En ik zou heel graag het nou eens een keer omdraaien. Ja, goed. Ja, dank je wel. Nou, kijk, ik denk dat je 14 was, je had volgens mij een veel te koude hoedje nog. Ja, en zo'n frutsel heb je had, ja. Ik heb je op sleeptouw genomen. Maar ook andere hele goede Nederlandse countryzangers. En sommige zijn heel goed terechtgekomen, waaronder jij. Ja. Dus ik kies jou als coach hier, om jij zo dichtbij te hebben. I love you so much, I can't live
shares the sky, somewhere between me and you. Fantastisch. Je bent gewoon door! Ja, man! Luis, oh, je bent wel een joker, hè? Ja, echt, hè? Niet normaal! Ongekend, wat zal dat je emotioneren? Ja, dat doet het zeker. Ja. Het is gewoon mooi, ik ben gewoon gelukkig. Ja, wat fijn. Ik ben een beetje uitgeput nu. Ja, dat snap ik. Ga het lekker vieren met elkaar. Ga het lekker vieren. Dankjewel allemaal. See you next time. Volgende week in The Voice.